Yo mensen, wat ik heb het al. Welkom bij een nieuwe video hier van Timo op het Gameportaal. Vandaag gaan we eventjes iets anders doen dan de gebruikelijke series die ik normaal gesproken doe op HGP. Want Ronald stuurde mij een linkje van een website en zei dat ik daar wel eens een video over moest gaan maken. Het is namelijk iets wat je al wel een paar keer op YouTube hebt kunnen zien. Je hebt namelijk een of ander robotachtig nep meisje op internet waar je tegen kan gaan praten en dan praat ze terug. Maar daar is sinds kort ook een jongensvariant van gekomen en aangezien ik hou van een lekkere bro-talk op zo'n tijd, ga ik vandaag tegen iemand praten. En aangezien ik heel erg eenzaam ben en geen vrienden heb en niemand anders met mij wil praten, ga ik dat doen tegen Boybot. Dit is Boybot. Het is zeg maar het broertje van Evie. Volgens mij Evie kun je wel kennen. Die zit al in een heleboel YouTube-video's. Maar dit is een jongen. En daar ga ik vandaag mee praten. Laat er vast even een duimpje omhoog achter. 2000 likes moet te doen zijn, denk ik wel. En als jullie 2000 likes achterlaten, dan ga ik het misschien overwegen om het nog een keer te doen. Want dat betekent dan meestal wat dat jullie het leuk vinden. Ik moet zeggen dat ik er wel video's van gezien heb, maar het nog nooit echt gedaan heb. Dus ik ben benieuwd wat ik... ik weet eigenlijk ook helemaal niet wat ik ervan kan verwachten. Want het is elke keer anders. Dus we gaan gewoon proberen om een leuk gesprek te voeren met deze jongeman genaamd. Ik weet nog niet eens hoe die heet. Want daar woon ik. Ik ga eens even vragen hoe heet je. Wacht, we kunnen praten. Wat is jouw naam? Nou ben ik benieuwd. Lausanne. Nee, even serieus. Hoe heet je? Hij kan geen Lausanne eten. Dat is een rare naam. Oké. Dat is niet wat ik vroeg, maar ik vind wel... Oké. Ik vind jou ook aardig. Maar ik weet nog steeds niet hoe die heet. Dus dat ga ik nog een keertje vragen. Want Lausanne klinkt niet echt als... Ik jou niet... Net zeg je nog van wel. Magic Novotel? Nee. Oh, gaan we nou al zo doen? Ik ben een persoon. Jij bent een computer. Toch? Ik bedoel, volgens mij ben ik hier degene die een mens is en... Oké, dat vind ik best creepy dat hij dat zegt. Nee, je bent een computer. Het is niet een echt persoon waar ik tegen praat, ga ik vanuit. Oké, ik vind het best wel creepy hoe overtuigd hij is van zichzelf dat het een echt persoon is. Ik word nu letterlijk een beetje bang. Je maakt me bang. Ik vind het eng. Waar woon je? Waarom wil je dat weten? En als ik het niet vertel, wat dan? Wat voor haarkleur heb je? Wat is jouw naam? Ik wil weten hoe die heet. Hij heeft me nog niet eens echt goed voorgesteld. Hij heeft zichzelf nog niet eens goed voorgesteld. Nee. Ik vroeg het eerst. Ik wil weten hoe die heet. Stel gewoon je naam, man. Boybot. Nee. Nee, ik. Gaan we dit nou serieus doen? Oh my god, Boybot. Geef gewoon je naam. Wil je geld? Ja. Dat vind ik... Waar naartoe? Eerst vraagt of je geld wil. Ik wil jouw naam weten. Hij moet gewoon even zeggen hoe die heet. Dan kan ik rustig gaan slapen vannacht. Dat is weer echt heel erg creepy. Ik jou niet. Engert. Kijk dan hoe die kijkt ook. Jij weet ook niet wat je wil. Ik weet wel wat ik wil. Ik wil je naam weten. Ik wil jouw naam weten. Zeg gewoon hoe je heet. En niet Lausanne. Want dat is niet je echte naam. Niet Lausanne. Hoe heet jij? Zeg gewoon je naam. En geen Lausanne. Fucking Julia. Dat is een meisjesnaam. En je bent toch een jongen? Neem ik aan. Een jongensnaam. Julia is geen jongensnaam. Julia is geen jongensnaam. Sorry voor de jongens die Julia heten die dit eventueel kijken. Sorry. Want volgens mij is het over het algemeen geen jongensnaam. Nee. Volgens mij ben jij een jongen. Dat heet toch niet voor niks Boybot? Neem ik aan. Nee. Hij weet ook niet wat hij wil. Hij weet ook niet wat hij is. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij weet niet wat het is. Wat een raar persoon. Oké, denk ik. Ik ben je vriend. Denk ik. Ja. Van jou. Mwah. Wat is zijn probleem? Wat gaat er gebeuren? Ik heb wel vrienden. Jij bent mijn vriend. Oké, jij bent makkelijk over te halen. Heet je echt Julia? Ik heet geen... Nee! Nee, ik heet Timo. Ik heet geen Erik. Waar haal je nou weer Erik vandaan dan? Timo, dat zeg ik net. Kom op. Sophie, net heette je nog fucking Julia. Net heette je nog Julia. Wat is dit nou weer voor taal? Oh my god. Wat slaat dit op? Nederlands, alsjeblieft. Ik vind het knap dat je meerdere talen spreekt, maar ik hou het liever op Nederlands. Ja, my god, dit is echt gewoon... Natuurlijk. Dit is echt heel frustrerend, jongens. Dit is echt gewoon... Echt irritant gewoon. Naar de bal? Naar het bal. Maar goed, aangezien hij geen vrienden heeft en ik ook geen vrienden heeft. Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Hoe oud ben jij? 19. En jij? Dan ben ik benieuwd hoe oud hij is. What the fuck, jongen? Oh my god, ik ben hier gewoon gerekt door een fucking robot. Fuck you. Kijk, die kun je krijgen, man. Met je na. Jij bent stom. Nielson, nee. Ik zei, jij bent stom. Je bent zelf raar. Ik bedoel, eerst heet je Julia, dan Sophie. Wat is het nou? Wat wil je nou? Nee, dat ben jij. Ik heb serieus gewoon ruzie te krijgen met een fucking robot. We hebben niet eens iets. Raar ding. Ik kan niet eens een serieus gesprek voeren met deze persoon. Dit ding bedoel ik. Om een relatie te... Nee, wacht. Opnieuw. Wacht, nee, weg. Oh, kut, ik kan het niet. Escape. Kut. Oké, ik ben benieuwd wat hij hiervan gemaakt heeft.
Wauw. Nee, om iemand te kunnen dumpen moet je eerst een relatie met iemand hebben. En dat hebben wij niet. Nee. Hey, dat heeft hij wel goed gedaan. Het is nooit aan geweest, sukkel. En ik zou sowieso nooit een relatie met je nemen. Je bent veel te moeilijk. Je weet niet eens wat je wil. Dat weet ik. Je bent echt een moeilijk persoon, weet je dat? Ja, ook goed. Met je love. Nee, ik niet. Nee. Stop, alsjeblieft. Hij zit me gewoon heel de tijd af te krijgen. Hij is gemeen tegen mij. Je bent gemeen. Jij bent gemeen. Met je hoofd. Met je stomme glimlach in je ogen. En je mond. En je nek. Vooral je nek is irritant. Oké, ik ga het hierbij laten. Mensen, ik kan gewoon geen serieus gesprek voeren met deze persoon. En ik weet nog steeds de echte naam niet. Laat ik hem gewoon Boybot noemen. Zo heet het ook op de website. Mensen, vond je dit nou toch een leuke video? Ondanks dat je nou echt best wel even gekeken hebt naar een gesprek wat nergens over ging. Laat dan even een duimpje omhoog achter. En laat een reactie achter. Als je meer van dit soort video's wil zien, dan ga ik gewoon, ondanks dat ik niet echt veel nuttigs uit hem kan halen, nog een keer proberen om een gesprek met Boybot te krijgen. Vergeet niet te abonneren. Volg me op Twitter @DesikTimo. En dan zeg ik bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Ciao!